Yo, kijkers van Mark's Adventure. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Minecraft Survival. Hier samen met Stuart. Hele goeie dag. Ik zie daar ergens staan. We hebben nu een beetje een plan van een campagne. Want we hebben natuurlijk deze dieren die hier onderin zitten. En natuurlijk naast mijn huis. Maar wat ik met deze varkens wil, dat weet ik nog niet precies zeker of ik ze daar wil laten of niet. Dus mijn plan is als project is een soort boerderijhuis te maken. Die we ergens achter ons huis willen neerzetten. Of achter jouw huis. Ja, ik zat te denken. Hier komt mijn huis ongeveer, in dit stuk. Dus ik dacht als we hem hier ertussenin zetten zo. En dan die kant op. Ja. Zo in de lengte. Ik denk dat dat het mooiste is. Dan kunnen we hier erin lopen. En zit hij tussen ons huis in. Ja, en dan kunnen we bijvoorbeeld, als we het een beetje een hoger maken. Dan kunnen we daar dus ook opslagruimte voor maken, want dat was ook nog een idee voor ons. Daar zit ik net aan te denken en dat lijkt me op zich nog niet zo'n verkeerd idee. Ondertussen heb ik ook nog wat glowberries, die heb ik hier binnen of daar. Maar die heb ik dus even zo opgehangen aan die double deep slate. Ik denk van nou, dan gebruiken we die blokken tenminste ook nog een beetje. Staan nu misschien een beetje op een geïmproviseerde plaats. Ik denk van, nou, die kunnen misschien nog wel een keertje ergens anders staan. Maar ondertussen denk ik dat het nu tijd is om naar de Mesa Bio toe te gaan. Pickaxe neem je mee, 4. Ik heb er 4. Oh, ja. Dat, voordat ik het vergeet, again. Dit is de volgende aflevering. Waar is de eieren? Daar. De stenen. Dat is stenen pickaxe. Op de zekerheid. Never know, you know. Ik pak een beetje kool. Ik neem ook even een crafting table mee. En nog misschien extra hout van de zekerheid. Ik weet niet of we het nodig gaan hebben, maar ja. We kunnen wel zien hoe het in de vorige aflevering ging. Dat het soms nog best wel gelootje was. Maar ik weet het niet. Oké. Ik zie dat het bijna nacht wordt. Dus misschien dat we eerst moeten gaan slapen. Ja, goed. Kan het al? Ja. Dank. Zo. Nou, let's get ready. Let's go, zou ik zeggen. En de bijtjes hebben nog steeds genoeg bloemen. Mooi zo. Ik heb net de farm een klein beetje gedaan. Ja, en we hebben nu ook van die glowberries. Die dus blijkbaar ook kunnen gloeien als je ze in je hand hebt. Je zei de laatste aflevering dat je misschien Optifine nodig zou hebben. Maar dat is dus misschien ook een idee. Oh, dat is ik weet niet hoeveel licht ze eigenlijk überhaupt geven, maar we kunnen het zien. Maar ja. Eerst maar eens even naar de Mesa Biome. Zijn we alweer bijna. Ik vind het wel vet hoe hoog deze bergen hier zijn. Ja, dat is echt vet gemaakt. Natuurlijk onze local village. Village people? Nee. Niet de village people. Daar is die. Had jij aan de bel? Ja. Nee. Ja, goed. Dank u. Ja, zoals ik al zie, rood en wit zit een beetje hoger op. Nou, prima. Gaan we daar naartoe. Daar iets meer naar rechts, daar zit het gewoon bovenop. Hoe kom ik hier dan weer in? Ik kom hier in de kuil terecht. Ja, ik ben verdwenen. Ja, moest daar een beetje rechts aan, er zit rood en wit bovenop. Nou, dan ga ik daarheen. Maar ja, willen we echt rood-rood of meer dat oranje kleurig? Ja, rood. Zoals de foto die ik je heb gestuurd is misschien wel handig. Ja. Dit is echt, alleen, waar gebruiken ze meer bricks? Ja. Kan je dit nog craften? Wat is dit voor blok? Ah, ik denk dat deze... Ja, ik denk dat je deze blokken op zich best wel goed kunt gebruiken. Ja, dan doen we tenminste ook wel wat met deze blokken. En omdat dit natuurlijk ook niet zo ver
van ons huis af zit, is dat op zich gewoon nog niet zo verkeerd. Ik denk wel van die bricks, dan moet je gewoon heel wat smelten. Dat kost gewoon veel meer tijd. Zoals dit. Dit Ja, terracotta kan je ook gewoon craften. Hoe dan? Dan moet je klei smelten. Dat is. Een kleiblok moet je smelten. Oh. Nou ja, maar dit is ready to go. Ja. Gewoon, net zoals je bij de McDonald's zit, je haalt het gewoon op en hoppakee, je kunt het eten. Welke kleur pak jij? Jij pakt rood-rood. Even kijken, zou ik dan meer die witte doen? Ja, is goed. Ik pak ook gewoon een hele bult, want ik heb nu al meer dan een stack. Maar voordat je weet, zit je er alweer. Ja, het gaat snel om. Want dit is nog behoorlijk wat. Dat kan ik wel zeggen. Nou, we hebben denk ik niet heel veel nodig. Nee, dat ook niet, maar. Ik zou deze farm gewoon niet te groot maken, want we willen ook nog andere farms maken. Ja, we willen sowieso wel een beetje de hoogte maken, ook gewoon op de opslag daar bovenin te doen. Dat lijkt me wel gewoon een leuk idee. Want dat is natuurlijk ook. We hebben gewoon twee projecten eigenlijk in één. Ja. Komt ook weer maar goed. Ze gebruiken op die foto gebruiken ze heel, heel weinig wit. Dus ik denk dat we hier niet heel veel van hoeven te hebben. Ja, gelukkig is er maar één laag wit volgens mij. Maar kan je hier überhaupt wel iets mee craften met deze blokken? Of kan je het alleen plaatsen? Ik weet niet, want ik zag net wel iets van een recipe. Ik kan hier geen traps van maken, trappen. Ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Oh, dan gaan we ja, eerst maar dan kunnen we niks met deze blokken. Tenminste. Ja, voor het dak, dan kunnen we gewoon steen gebruiken. Ja. Maar voor de muren en zo, daarvoor wil ik deze blokken sowieso gebruiken. Dat lijkt me wel gewoon een leuk idee. Ik heb nu al bijna 3 stacks, dus. Denk ik nog wel. Hier de stack, want hebben we ook nog best wel wat andesite, of de diorite hebben we ook nog gefarmd. En daar kunnen we volgens mij wel stairs voor maken, dus die kunnen we dan ook wel een beetje gebruiken. Ik denk dat we die daarvoor gebruiken. Ik hak hier gewoon even 2 stacks van, dan hebben we het. Ja, ik wil deze stack. Oh, ik heb ook nog wat van de white terracotta van jou. Jij nu hebt. Mooi. Kijk, hoeveel zit ik nou? 36, nou dan kan ik nog iets meer bij. Dan moet ik misschien ook voor de hoeken, denk ik, wat logs gaan gebruiken. Of zo. Oh, dat is jouw pickaxe. Ik dacht even dat mijn pickaxe alweer gebroken was. Maar gebeurde ook gewoon okay. Precies achter mij, voor mijn gevoel. Oh ja. Ik heb 2 stacks van die, dan hakken we nog wat rood erbij. Want daar heb je wel redelijk veel van nodig. Ja, klopt. Dan misschien de logs voor in de hoeken, denk ik. En dan Wat voor logs? Gewoon normale. Ja, ook. Of misschien jungle logs. Want ja, jungle zit toch achter ons huis. Dat is misschien ook wel handig om iets in de stijl te doen. Wat we natuurlijk gewoon echt dichtbij hebben. Net zoals dit. Dat hebben we ook gewoon zo makkelijk te vinden. Niet alsof we hier een hele avontuur voor hoeven te doen. Hoeveel heb jij nu? Ik heb nu. Oh, ik ben al bezig met de 5 stack. Okay, als jij die afmaakt, maak ik mijn stack af en dan. Hebben we al genoeg, hebben 6 stacks. Oh ja. 32. Nou, nog 32 bij. Zo, die van mij is af. Als jij hier gewoon pakt, wat ik ook hang. 49. Mijn pickers ook nog even slopen. 59. 61. Hoppakee, got him. Oké. Nou, even terug. Meteen maar bouwen. Ja, ja toch. Maar, kan ik dan ook wat logs van jou gebruiken dan die je had gefarmd dan? Of wil je dat specifiek gebruiken van jouw huis? Ja, eigenlijk heb ik het denk ik wel nodig allemaal. Dan moeten we denk ik ook nog wat als we jungle logs willen gebruiken, dat hebben we nog niet echt gefarmd denk ik. Nee, dat hebben we niet gefarmd. Op zich kan je er wel makkelijk aankomen hoor. Dan ga je zo'n boom van 4 en dan hak je helemaal naar beneden. Dan heb je gelijk 1,5 stack. Ja, zoiets. Oh jee, je had je ook een paar huizen kunnen afbreken. Had je ook blokken gaan. Ja, ik zit nu net op de terugweg. Op de heenweg had ik het helemaal niet door. Nee, ik ook niet.
ik zie de jungle weer in de verte. Of, kijk, ik ga heel even kijken naar die afbeelding. Acacia woed dan. Ja, daar zat ik net ook aan te denken. Is dat alleen misschien... die bomen zijn rot om te haken. Oh, oeps. E, F. Dit werkt gewoon beter om voor het jungle kan gaan. Denk het ook. Hé, hey, wolf. Een wilde wolf. Jouw huis heeft een beetje een vierkant dak. Ja, dat klopt. Maar het is ook nog niet af. En natuurlijk, ik ga binnenkort ook nog een keer uitbreiden. En misschien nog een beetje een redesign van maken. Maar dat komt allemaal. Op zijn tijd. Zo, ik doe even al die blokken bij jou in de kisten. Goed. Ja, jij moet misschien je kist een beetje ordenen. Ja. Ja, ordenen op zich. Ik heb hier in de hoek even een kist gezet, dan kan je even die building blocks inzetten. Ja. Ga ik nog even jungle in. Het wordt weer bijna nacht, again. Ja, we gaan zo snel. Yup. Net zoals in real life. Yup, dat gaat ook zo snel. Bijna nieuwjaar. Ja, voor ons is het bijna altijd nieuw. Ja. We nemen dit op de 30ste. Ik weet niet wanneer deze video online komt, maar het zal wel ergens in de toekomst zijn. Voor ons. In ieder geval in 2023. Ja, we zijn gewoon een hele voorraad aan het opnemen op dit moment. En dan. Yep. Voordat je het weet, heel wat uploaden. Ja, gewoon iedere week, dat denk ik sowieso wel. Ja, precies. Ik heb wel van plan. Ja, ik heb natuurlijk ook nog behoorlijk wat andere dingen te doen natuurlijk. Ik heb ook nu mijn... Eigenlijk aankomende week is mijn vierde week. Ja. Nieuwe werk, dus dat is ook wel nice. Even kijken. Ja, de eerste week van januari ga ik in. Met de vierde week. Hoi. Ja, netjes. Ja, ondertussen even hout aan het hakken in een kantische boom. Ja, het wordt alweer donker, echt irritant. Ja, ik hak deze boom even om en dan kom ik ook weer even, ga ik weer even bed in. Maar ja, ik wil natuurlijk wel gewoon even slapen. Niet dat we dan gewoon 3 dagen niet slapen en dan weer van die irritante klote beesten komen. Nee, dat moeten we niet hebben. Nou, ondertussen heb ik alweer 3 zeppelins, dus dan kan ik mooi weer een gigantische boom zo lang neerplaatsen als ik er nog eentje heb. Gewoon weer handig. Maar ja, ik denk dat ik aan een anderhalve stack wel kom. Ja, dat heb je wel goed. Sowieso. Ja, het is zo goed als donker nu. Oké, ik kan weer een pompje plaatsen. Zo. Alle logs even meenemen. 64 en 40. Nou, dan ga ik daar volgende ochtend mee bezig. Kun je zo slapen? Ja, kom eraan. Gelukkig was het een boom dicht in de buurt. Tikkie, oh. Tikkie, jij bent hem. Let's go. Ja, en we moeten die beesten blijven breeden. Ja, dat is op zich ook wel handig. Oké, nou maar eens even een beetje gaan terraformen, denk ik. Dus even al deze bomen weg. Misschien dat je dat hout ook nog goed kunt gebruiken. Oké.
weer zo'n klote gigantische boom. Ik haat die dingen. Echt waar. Ja. Kijk, van die junglebommen, dat is niet zo'n probleem. Want dat is gewoon. Eigenlijk bijna alle logs die zitten zo goed als één. Op één hoopje. Maar dit niet. Als je wil, mag je ook nog een beetje met deze boom pyromaantje spelen. Ja. Ja. Ik weet hoe leuk je dat vindt, dus. Welke boom? Gewoon waar ik nu mee bezig ben. Gewoon nog een beetje. Niet mij! Run! Run! Hij nog steeds in de fik. Kijk, even dirt pakken. Ga ik ook nog een beetje plak maken. Twee stacks aan dirt. Dan moet ik enigszins nog wel goed. En ik heb bijna geen eten meer. Mijn koekjes zijn bijna allemaal op. Oh, hier een appel. En wat vis. Ik bedoel ook wel even. Kom maar op, je gaat eigenlijk aan een vis. Ik heb gevist, ik had een hengel gemaakt laatst. Oh, nou, dat is laat genoeg. Meer appels. Sorry. Kijk, daar ga jij jouw huis maken, zo te zien. En dan denk ik dat ik. Kut, waar ik nou sta. Is dit een goede plek voor onze barn? Ja, en dan die kant. Ja, gewoon een beetje zo'n lengte, laat maar zeggen. Ja. Dan mijn kachel zou ik wel weg. Gewoon een beetje terraformen hier. Leuk opvullen. Ik wil er dan sowieso wel voor zorgen dat tussen mijn huis en de farm wel gewoon genoeg is voor een paadje ertussen. Bijvoorbeeld ja, van precies. 3 breed of zo. Ja. Ga ik toch ook gewoon even makkelijk markeren. Even opvullen. Zo. Dat bijvoorbeeld hier gewoon op pad komt. Meestal doen we een pad van gravel of meestal ook een beetje shovel meestal. Maar als we een gravel over hebben, dan zal het fijn zijn. Oh, 16. Misschien wel als een beginnetje. Zo. Beginnetje. Het is nog niet zo ver, maar hey. Ah, ik denk dat ik ongeveer wel redelijk genoeg ruimte moet hebben nu. Ja, dan kan ik meestal, of dan kan ik misschien gewoon van ork planks. Ja, gewoon een vloer maken. Dat is misschien wel een goeie.
Fox. Oh ja, dan kan ik hier precies ook nog een pad hier tussendoor maken. Voor de barn. Nice. Eens even kijken, de afbeelding die geeft aan. Ja, zo'n deur van 3 breed. Oké. Okay. Dit gewoon als deur doe. Gewoon hier tussen deze logs. Ja, hier tussen. Oh, in principe goed moeten komen. Hoe ver naar achter? Oké, okay, eentje verder. Eentje verder. Krijgen we misschien problemen met de kist en... Kunnen we misschien ook nog een deur aan de achterkant doen? Wel handig. Ja, zoiets. Oké, okay, red terracotta. Kut, denk je dat dit een grote, goed grote is voor een... Ja, ik denk groot genoeg toch. Ja, dat dacht ik toch ook. En natuurlijk, er komt ook nog wat storage bovenin. Ja. Ik zit nu wel een beetje... kijken naar die afbeelding en dan gewoon een deur van 5 hoog. 5. Eens kijken, gaat dit? Wat een rot weer elke keer. Het is alsof we bij een jungle leven. Ja. Nee. Boks hier. Dus in de moet ik niet zo hoog doen. Ik denk dat ik deze deur beter. Van diorite of misschien. Of misschien polished diorite. Oh ja, dat heeft wel een... Dat is wel een idee. Oh, niet. Goed, wat denk je dan van zo'n soort ingang? Dit is op zich nog niet bekend. Nee, dit is wel vet. Nou, dit is wel vet. Hoi.
andere kant ook even doen. Gewoon hebben dat het aan beide kanten natuurlijk zit. Ja, precies. Als ingang. Stel, mochten we nou eens een keer wat dieren hebben die naar de achterkant naar binnen komen, dan... Ja. Dan hebben we daar niet zoveel moeite mee, dat we helemaal om het gebouw heen moeten. Oh, ik moet even zo'n stonecutter maken, dat is wel handig. Ja, dat is op zich wel handig, ja. Oké, de rest even vullen. Zullen we trouwens ook weer even gaan slapen? Ja, is goed. Dit heeft wel wat. Heel eerlijk ben. Nou, zo ziet het wel goed uit. Nou, let's go sleep. Alright. En dan weer even breeden. En ik ben nou aan het eten. Ook leuk. Misschien moet ik even een brood pakken, want we hebben nog best wel wat van het leuk. Drie zet de boot in en de rest van de wiet gaat gewoon terug in de kist. Ox, de wiet. Ja. Dat vind ik op zich wel leuk, want nu ben jij gewoon je huis aan het bouwen en ondertussen ben ik gewoon even bezig met precies. De barn. Nou, van de eerste verdieping, of van de begane grond moet ik eigenlijk zeggen, is het op zich. Mooi toch? Ja. Nou, even de grond even van plan maken. En natuurlijk de verdieping hierboven waar de opslag komt, dat kan natuurlijk ook. Ik kan beter gelijk alvast planken maken. Of bezig ben. Zo. Ja, dit gaat wel wat hout kosten zo. Wat van jou? Ja. Ja. Ja, dat van jou kost niet veel hout. Nee. Ja, ik vond het wel toevallig. Ik was dit bezig met een beetje de vloer met de hout. Oh. En jij zegt, ja, dit gaat wel even wat hout kosten. Hè? Nou, voor de
Maar de grond is het al af. Dan moet ik alleen nog even wat stairs hebben, zodat ik ook even mijn kap makkelijk. Stairs. Hebben we wel stairs? Ik ben nou zo blind dat ik het niet zeker kan zien. Nee. We hebben geen stairs. Ik zet. Oh. En ik heb alleen maar stone gesmolten en nu heb ik niet genoeg cobblestone. Ja, dat is mij toch ook wat. Kijk, hoe wil ik dit dan gaan indelen? Want ik wil een gedeelte hebben voor de panda's, voor de varkens en voor de koeien. En misschien voor eventueel kippen of schapen. Ja, dan krijgen ze... Ja, daar mag je even over denken. Dat wordt toch wel... Ja. Als ik bijvoorbeeld nou in het midden zeg. Ja, ik zie ook de foto, eventuele paarden, die kunnen dan bijvoorbeeld hiernaast nog ergens een stalletje krijgen, extra, ja. Als ze ja, die ja, hebben. Ja, dat sowieso. Dat is niet zo'n probleem. Het ding is alleen een beetje, hoe ga ik dit indelen? Hoeveel ruimte hebben ze nou op hier niet? Nee. Ja, niet dat ze heel wat ruimte nodig hebben, want het ligt een beetje aan hoeveel we nodig hebben. Maar dat hebben we ook niet veel. Een hokje 2x2 is wel een beetje klein. Kijk, ik markeer het gewoon met dirt hoe ik de hokken dan wil hebben. Zoiets, misschien dat er de hok bijvoorbeeld. Ja, dan kunnen we hier de ladders tussen, denk ik. Aan beide kanten. Ja, precies. Dat is wel goed. Ja, dan hou ik dit gewoon als placeholder zo van. Waar dan de hekken moeten komen. Hebben we genoeg doorgang en dan kunnen we ook nog bij de trappen komen. Alleen ja, ik heb nog niet zoveel ladders, maar dat komt nog wel. Nou, zodra ik kijk, hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Oh, 34 minuten, fucking hell. Haha, deze is snel. Te snel, ja. Oh, mijn hout ga ik langzaam op. Dus... Even vragen, het idee was dus een dak te maken dan van diorite, omdat we ook behoorlijk wat diorite hebben ofzo. Ja. Nou, dat duidelijk. Dacht ik wel. Dat is duidelijk. Ja, misschien dat we dat alleen voor de randen kunnen doen beter, dat het misschien beter is. Dan bijvoorbeeld gewoon zeggen van de rest gewoon iets met de... Met dat donkere kobbel slap van diep onder de grond. Of ja, zo. Doe dat maar. Doe dat maar. Heeft toch weer een beetje zo'n idee van die.
Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar dit kan ik het gewoon zo laten. Even kijken. Ja, nog enigszins. Ja, want hoe hoger het dak is, hoe meer opslag we hebben. Dat is op zich wel handig. In hoogte, ja, je gebruikt hoogte niet heel veel, maar je hebt een punt. Eén naar rechts. Of daar één naar links, moet ik nog zeggen. Maar ja, zo'n puntdak wil ik het ook niet maken. Een beetje zo'n plat dak. Ja, niet echt punt. Zoiets. Als je het zo van de voorkant ziet, dat is op zich wel een goede. Dan moet ik het alleen nog even aan de andere kant ook even doen en dan... moet het al goed komen. Volgens mij wordt het alweer donker. Yep. Ja, eigenlijk hoef ik er eigenlijk de voorkant en de achterkant. Ligt een beetje aan hoe je het ziet. Hoef ik alleen maar te vullen met de terracotta. Want de voorkant of de zijkant, die wil ik dan natuurlijk gaan gebruiken met het dakgedeelte. Nou, dat komt denk ik wel de volgende aflevering. Wel wil hebben hier is een beetje een soort van raam. Het is te hoog. Kun je helemaal niet naar buiten kijken. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Even aan de andere kant ook even doen. I do it again. No. Oké, okay, ja.
Ja, dan maak ik deze muur. En dan. Ah, zoiets. Ik moet nog wel een opening maken voor eventueel ladder. Daarboven. Maak ik dit gewoon alvast even dicht. Buitenkant, van de buitenkant zie je het niet zo. Nee. De binnenkant ziet het dan gewoon rood uit, terwijl het gewoon, die zwarte buitenkant heeft. Als een dubbele muur. Die attention to detail is op zich ook niet zo verkeerd. Alleen hoop ik dat ik genoeg terracotta heb. Wow, je hebt nou ook een glow item frame. Oh. Moet je een glow ink sack hebben? Oh ja, die glow. Ja, dat is nu gewoon natuurlijk tegenwoordig. Ik heb ook echt gewoon één terracotta over, hè? Oh, van de binnenkant ziet het er al klaar uit, alleen van de buitenkant moet nog. Moet je maar eens gaan naar binnen gaan, Stuart. Ik denk dat de hokken gewoon prima zijn zo. Mooi, bovenin veel opslagruimte. Ja, precies. Oh ja, dit ziet er wel nice uit hoor. Dit nog even een beetje zo, dat ziet er misschien nog wel beter uit. Maar dat werk ik ook nog af. Oh, hier ook nog. Ziet er al wel goed uit. Fijn. Dat heb je niet voor niks gedaan. Nee, sowieso niet. Maar ik denk dat het nu beter is dat ik de aflevering ga afsluiten. Denk het ook. Maar Het is dit wel een lange aflevering. daarom. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer voor het kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later!